Het doel van de maatschappelijke stage is om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. We zijn hier voor de maatschappelijke stage. Wij moeten een dagje meelopen en in dit geval bij de korfbal. Wij moeten de uitslagen in de computer zetten en dan overal de briefjes ophalen. Al jaren is er een samenwerking tussen gemeente Moerdijk, vrijwilligerscentrale en het Marktland College als het gaat om de maatschappelijke stage. Gemiddeld 25 met uitschieters tot maximaal 45. Daar valt het zeker onder. In 2011 werd dit verplicht gesteld door de overheid en werd hier geld voor vrijgemaakt. In 2015 zijn helaas de gelden gestopt vanuit de overheid en hebben we met elkaar een nieuwe manier bedacht om toch de jongelui kennis te laten maken hier met het vrijwilligerswerk. Leerlingen gaan nu op projectbasis naar diverse onderwerpen en diverse verenigingen om daar kennis te maken met dat vrijwilligerswerk. De jongeren worden er enthousiast van. Ze vinden het leuk en ze hoeven een dag niet naar school. Allemaal plussen om op een leuke manier kennis te maken met dat vrijwilligerswerk. Sporttraining geven zou ik wel leuk vinden. Omdat ik zelf ook van sport hou en dan andere kinderen ook meer motiveren om te gaan sporten. Dat lijkt me gewoon, ja, dat lijkt me wel leuk. Ik denk wel iets met mensen. Dat vind ik wel leuk. Maar ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. De vrijwilligerscentrale vindt het belangrijk om jong en oud te mobiliseren en te enthousiasmeren om vrijwilligerswerk in hun eigen kern te doen. En mede door de maatschappelijke stage proberen we dat op die manier aan het licht te brengen.